Alles pakken, grijpen, graaien, vijand in de rug. Duwen, trekken, proppen, haasten, schiet op, snel, toe, alsjeblieft, toe, vlug. Nee, geen tijd tot vragen stellen. Hou je kop, schiet op, wees stil. Zorg voor je veiligheid als je nog leven wil. Ga door, kijk uit. Neem mee, val niet, beheers je. Tel tot 2. Doe dan, doe nou niet zo stom, treuzel niet zo. En kijk alsjeblieft niet achterom. Ik sla je dood. Als je nog zeurt, schiet op, je krijgt geen tweede beurt. Schiet op, het duurt te lang. De vijand komt, begrijp het toch, ik ben zo bang! Jij bent in Markelo aangekomen, hè, Stanley? Ja. Maar hoe is dat nou gegaan dan? Dat was in 1954. En hoe oud was je toen? Ik was bijna 12. 12. En wij kwamen dus in IJmuiden aan met de JVO. Dat is een afkorting van Johan van Oldenbarneveld, een enorm groot schip. En we stonden dus op de kade. Toen kregen we allemaal een label om de nek. Met een nummer erop. En bij mij was het nummer 13. Wij waren blij dat het geen vrijdag was, maar goed. Ja. Het was nummer 13. En dat was eigenlijk het nummer van de bus waar we naartoe moesten. Dus mijn vader die zei van, wat voor bus? Nou, iets verder stop stonden een rij bussen. En we moesten dus met de OAD-bus. Ja. Dat was ook weer een afkorting van Overijsselse Autobusdienst. Die bestaat nu niet meer. Ja, ik praat over 1954. Dus wij stapten in die bus. En op die bus stond Markelo. Dus iedereen kijkt elkaar aan. Wat is Markelo? Nooit van gehoord. Bleek dus een dorpje te zijn. En we gingen dus van IJmuiden dwars door Nederland, van westen naar het oosten toe. Dus dat duurde heel lang. Want het was nog de E8, want de A1 en dat soort toestanden bestond toen nog niet. Dus het duurde heel lang. En uiteindelijk kwamen we in Markelo. Er was maar één straat. Dat was de Stationsstraat. Bleek dus later. En daar stond het hotel Lichtendaal. Een heel mooi wit hotel. Precies tegenover het gemeentehuis. En daar tegenover stond de zuivelfabriek. Dus we wisten niet wat een zuivelfabriek was. Dus alle boeren gingen 's morgens hun melk daar naartoe brengen. Dus je kan niet lekker uitslapen, want om 5 uur beginnen ze al. Mm-hmm. Okay. Dus we kwamen net op het hotel en je werd goed ontvangen. Tenminste, vonden wij. En we moesten op een gegeven moment kamers gaan delen.
Dus mijn vader en moeder in één kamer en ik moest met mijn oma slapen. Want verder was ik, maar ja, ik was 12, dus dat is geen probleem. En je oma, hoe oud was zij? Mijn oma was toen 5, nog geen 60. Oh. En nou, en dat waren we dus. De volgende morgen kregen we dus een ontbijt. Moest je dus zelf halen, was brood met kaas en ham. Verder niks. En die kaas was niet de kaas die wij gewend zijn in Indonesië. Maar goed, dus je ging eten en dan en brak dus de dag aan. En toen zei mijn vader tegen mijn moeder van... God, misschien moeten we hier wat kopen, boodschappen doen. En toen zei hij tegen mijn moeder, ga jij maar het dorpje in en boodschappen doen. Dus mijn moeder kwam na een half uur weer terug en zei, alle winkels waren gesloten. Maar we wisten dus niet dat je de deur open moest doen. Want in Indonesië was alles open. En als je de deur open doet, dan gaat er een bel. Want die mensen die wonen erachter en die weten dus niet dat er mensen zijn. Dus dan gaat er een bel. Dus mijn moeder was helemaal... Maar goed, nogmaals. Marklo bestond dus uit één straat. En als je de straat te hard uitloopt, kwam je in Goor terecht. Dus dat was het. En als ik nou naar Marklo kijk zoals het nu is, is een heel ander soort Marklo. Met veel winkels, enzovoorts, enzovoorts. Dus ik praat over 54... En ja, en dan werd je ook een beetje vreemd aangekeken. Want Nederland had in 1953 net die watersnoodramp gehad in Zeeland. Ja. En er komen even een paar duizend Indo's hier naartoe. Ja. Wat moeten die mensen hier? Wat zijn dat voor lui? Ik kwam in Prinsenbos aan. Dat is een of andere legerplaats. Ik weet het zelf niet eens. Ik heb nu twee mensen gehoord van... Hé, ik woonde daar in de buurt. Wij keken uit op dat kamp. Ik weet niet anders dan dat daar barakken stonden... Maar we zijn later naar Harderwijk verhuisd, een garnizoensplaats. En toen kwam ik in een straat terecht waar heel veel Indische kinderen woonden. En ik kwam op de lagere school waar misschien wel 2/3 Indische kinderen, allemaal militaire kinderen. Hoe was dat bij jou, Heidi? Nou, bij mij was het wat anders. Nou, eigenlijk ben ik meer geïnteresseerd in hoe oud was je toen jij aankwam? Nul. Nul. Ik denk... Ik had eigenlijk, als het ware, niet geboren moeten worden. Want ik hield tegen dat mijn ouders konden, naar Nederland konden gaan... in deze gevaarlijke omstandigheden. En toen ik geboren werd, is er een brief door de... volgens mij door Sukarno, hè, geschreven... dat dit babytje in het vliegtuig mee mocht. Dus mijn moeder ging met mij en mijn zusje van 1½... met het vliegtuig. En mijn vader ging met mijn broertje van 3½... en een broertje van... 7 met de boot. Zo is het gegaan. Zo kwam in Prinsenbos. Ja. Nou, mijn moeder is met mijn oudste zuster aan de hand van 3, 4... en mijn tweede zuster in de buik op de boot gestapt. En zij zijn aangekomen in Holtert. En daar, van daaruit is mijn zuster geboren. En uiteindelijk zijn ze terechtgekomen in Deventer, in de Zaanstraat. Oh ja. En daar ben ik geboren. Eigenlijk ook aangekomen. Ja. Daar. Ja. Ja, en wat ik dan vaak hoor, wat ik zelf niet heb meegemaakt... is dat er in Indische gezinnen dan zoveel aan muziek werd gedaan. Dat, ons zeker, want mijn vader die speelde gitaar. En die heeft dus in Surabaya een bandje gehad, weet je wel, onder de Indische jongetjes. Mm-hmm. En ja, en dan ga je vanzelf op een gegeven moment kijken van wat die doet op dat ding. En dan ga je het langzaam proberen na te doen, dan ga je het leren. En toen wordt er niet gesproken over akkoorden van D, G en A, en ik noem maar iets. Maar er wordt gepraat over kruis, 1 kruis, 2 kruis en naturel. Dan denk je van, hè? En dan ga je dus verder de muziek in. Nu, dan praat je over D. En dan kijk je dus naar het D-akkoord. Dat is onze oude 2 kruis. En het G-akkoord is het oude 1 akkoord. Ja. Dus dan denk je van, hè? Ja. Hoe komt er dan de benaming 2 kruis, 3 kruis en naturel? Maar ja, goed, zo ging dat. Maar inderdaad, er wordt veel muziek gemaakt. Ja. En ook met verjaardagen en zo. Ja, nou, mijn vader luisterde naar muziek. Callas. Renate Tebaldi en dat soort. Mm-hmm. Ja. In the twilight, glow, I see. Kiss
is crying in the rain. Jij komt uit een vrij groot gezin, zei je, Heidi? Nee, groot. We waren met 5 zussen. Nou, dat vind ik groot dus. Best groot, althans. Ja, dat vind ik ook groot. Ik ben de enige. Ja. Ja. Ik ben alleen. Ja. Dat is klein voor een Indische familie. Ja, ik kwam uit een gezin van 7 kinderen. Maar ja, het is niet dat mijn moeder die 7 kinderen gehad had willen hebben. En daarom vraag ik me af hoe dat nou bij jou ging, met tussen al die zussen. Hoe ging dat? Hoe deden jullie dat? Ja, het was heel erg rumoerig, hè? Tjerwet, heel veel. 5 zussen moesten allemaal mijn moeder helpen bij van alles en nog wat. Dus ja, dat ging... Eigenlijk was het gewoon gezellig. Ja, was het gezellig? Ja, was gezellig. Ja? Ja. Tot op heden ook? Ja, we hebben een hele goede band. Ja. En kijk, mijn vader was een ex-knilmilitair. Dus was wel streng. Maar mijn moeder was een Indonesische. Die was er eigenlijk wat makkelijker in. Ja. Dus dat... Jij komt niet uit militaire familie, geloof ik, nee. Hè? Mijn vader was wel oud-marinier geweest, maar dat was hier lang uitgetreden. Ja. Nou ja, bij ons ging het niet makkelijk. Ik denk vanaf het begin niet. Ik weet ook niet hoe je dat... Natuurlijk, dat mijn oudste broer is geboren in de oorlog. Nou, toen kwam er dus nog een broer, toen kwam er nog een zusje, toen kwam ik. En ik heb me heel veel bezig gehouden met hoe dat nou bij mij thuis toeging. En hoe mijn moeder, de rol van mijn moeder en de rol van mijn vader, vond ik minder erg dan de rol van mijn moeder. Daar heb ik ook een gedicht over geschreven. En dat wil ik even aan jullie laten horen. Ja. Ik zou heel graag van u willen houden. Maar echt, ik weet niet hoe. Als ik mijn poorten open, doet u de uwe toe. En teruggaand in herinneringen zie ik steeds alleen uw drift, uw heksachtige woede, haat, staan gekerfd in mij, gegrift. Ik zou heel graag willen houden van de mens die u kon zijn. Maar de oorlog, of dat andere land, of vervormde die wens tot pijn, mijn wens, verwrongen pijn. Een pijn die ik... Ja, dagelijks voel. Een pijn die nooit meer overgaat. Een pijn waarvan ik hopen mag dat hij mijn kinderen overslaat. En dat hoop ik echt. Het beeld van mama, de verschrikkelijke, begint langzaam te verdwijnen. Langzaam.
Steeds zag ik haar zo in mijn herinnering. Onbewust. Onbedoeld. Verbeten mond. Harde ogen. Ogen die star en strak en ijskoud konden kijken, gelijk een donkerbruine hartglazen knikkers in wit gevat. Mijn vragende blik gespiegeld, teruggeketst in staal, gehard staal. Het knisperde, het siste, het rookte. Ik kan haar zo uittekenen. Ze omzwermt alle jaren die ik in leven met haar gedeeld heb en alle jaren daarna. Ze was venijnig. Haar vingers ranselden je huid als natte touwen. Haar stem striemde je ziel. Ze hoonde en lachte dat je hart en je oren er pijn van deden. Als zij zo lachte, was dat voor de ander sein om te vertrekken. Of bij gebrek aan die mogelijkheid achter de bank of onder de tafel te duiken. Het steeds weer terugkerend spel van op scherp van de snede. Van priemende uithalen. Van aanswellende haat. Van uitdaging. Het had zijn aanvang genomen. En zij zou zichzelf tegen het plafond vliegen. Als het haar niet gelukte daar enige genoegdoening uit te halen. Door te vertrappen wat zij vermocht te vertrappen. Daar hoorden wij, kinderen, soms, dikwijls, ook bij. Ah, na, 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 na. 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 Oh, laat mij dansen, laat mij dansen, laat mij dansen, laat mij dansend het leven doorheen. Oh, laat mij dansen, laat mij dansen, laat mij dansen, laat mij dansen als niemand voorheen. Zij wilde dansen in Copacabana, zoenen op stranden van Copacabana, zacht dobberen op zee. Ik haat het leven. Zij wilde zingen als Renata Tebaldi, zag zich de schoonheid van Monroe of Bardot. Jullie zijn een nagel aan mijn doodskist. Zij wilde een huis, geschitterd de daken in gloedvolle zon, gladglanzend de vloeren en een gouden balkon. Ik haat het leven. Zij wilde een leven van feest en van vreugde. Een wondere woning van stof ontdaan. Zij wenste een leven van vrijheid en minnen. Gewijd aan het wezen van haar bestaan. Ah, na, 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 na. Ah, na, 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 na. Ah, na, 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 na. Zij stierf in haar eentje. Ontdaan van de glorie. Haar zoon gaf een duw, zo genoeg van gezeur. Zij knalde haar hoofd met een klap
op de tegels. De vaalbruine tegels tussen wasbak en deur. Want gesleten de vloer al, ook versleten de wasbak. Zo oneindig veel malen ontsmet met Dettol. Ik haat het huishouden. Haar vingers roodpaars, ingekerfd de groeven. Gekromd van de aardappels die zij ontdeed van hun schil in haar dagen van vreugde. Ontdeed zij 5 kilo per dag van hun schil. Het licht leren bankstel, het blinkende chroom, werd een Oosterwijk eikenhout. Zwaar als een molen en degelijk als dood in een donkere kamer. De tegels bruinzwart. Het plastic kleed op de tafel werd haar ziel, werd haar hart. Een lief die haar koesterde. Als van porselein, heeft er bij leven niet mogen zijn. Wat doe ik in dit verdomde land? Het dansen op de stranden is er nooit van gekomen. Copacabana stroomde weg. Uit haar dromen. Laat mij dansen, laat mij dansen, laat mij dansen, laat mij dansen. Kom, Lis, snel. Klim achterop, mijn vreugde. Nu kan het nog. De oorlog is in aantocht. Wij winnen niet. Dat weet ik zeker. Klim achterop, mijn vreugde. Nu het nog kan. Lissy aarzelt. Moet ze het niet eerst haar ouders vragen? Ze woont immers nog thuis. Dan beseft ze plots gevleid, hij wil graag met mij. De eerste jongen die zich zo duidelijk durft uitspreken. Zo duidelijk zijn wens durft kenbaar maken. Jammer eigenlijk. Ze was heimelijk al op zoveel verliefd. Maar ze zagen geen toekomst met haar. Of ze durfde de verantwoordelijkheid niet aan. Of ze hadden niet dat verlangen. Dat verlangen. Lissy was al veel langer nieuwsgierig naar dat wat er tussen man en vrouw gebeuren kon. Bovendien was het weldra lente en zou Lissy binnen enkele maanden volwassen zijn. Ze vroeg zich af waar ze heen zouden gaan. Ze vroeg zich af of ze het nodige wel bij zich had. Lissy was graag goed voorbereid. Alles, ook het onbelangrijke, nam ze altijd dodelijk serieus.
Haar nagels, haar handen, haar kleren, haar spullen, haar haren. Zeker de organisatie in het algemeen. Tegelijkertijd klopt haar eigen avontuurlijk hart. Lizzie hield ervan eruit te gaan, te ontdekken. Meer nog hield ze ervan ontdekt te worden. Mee uitgenomen te worden. Dus daar stond ze, naast de motorfiets van Joop, een Harley Davidson, nog uit het wagenpark van zijn vader. Met haar verlangen eruit te gaan. En met haar mooie kleren aan, want voor een afspraakje doste Lizzie zich graag mooi uit. En met haar verlangen eindelijk mee te maken waar de volwassene zo heimelijk over deed. Of deed alsof het niet bestond. Kon ze Joop vertrouwen? Kon ze zichzelf aan hem toevertrouwen? Ja, Joop, zei ze met een nerveus lachje, terwijl ze zenuwachtig bij Joop achter op de motor klom. Zoef, reed Joop weg, zonder helm. Ach, wat kon er nog erger gebeuren dan een oorlog die op komst was? Ergens, hoger in de bergen, had Joop een kamer gehuurd voor één nacht en een lekker maal besteld. En zo vaak was Lizzie niet van huis geweest. Zo ver. Zeker niet alleen met een manspersoon. En Joop moet hebben gedacht, met zijn gevoel voor strategie, het kan de laatste keer zijn. 3 maanden later bleek Lizzie zwanger en zat Joop als krijgsgevangene in het Jappenkamp. Alsjeblieft, eet door. Drink, wat maak voort. Mama moet weg. Begrijp het toch. Ze wachten op mij. Het is oorlog. Ik moet oppassen. Voorzichtig zijn. Niemand is te vertrouwen. Zeker Diab niet. Weet je wat er gebeurt als ik te laat kom? Doe alsjeblieft, eet door. Verdomde klootzakken. Verdomde oorlog. Joop, waar ben je? Hier heb ik niet om gevraagd. Een kind, nota bene, in deze omstandigheden. Wat moet ik nog? God, sta me bij. Lis, waar ben je, meis? Waar ben je? Ik ben terug. Ik ben thuis. Ze hebben me niet klein kunnen krijgen, meis. Is dat mijn zoon? Kom hier, jongen. Laat me je tillen. Wat ben jij al groot geworden? Ik ben je vader, jongen. Heb jij al die jaren dat papa er niet was voor mama gezorgd? Goed zo, jongen. Goed zo. Daar ben je nou man voor.
Oh, oh, wat heb ik jullie gemist. Oh, wat ben ik blij dat jullie het er levend vanaf hebben gebracht. Wacht maar, meis. Jij gaat nog veel meer kinderen krijgen. Maar één ding moet je weten, meis. Het is nog niet voorbij. Nog lang niet. Er komt een tweede oorlog die vele malen verschrikkelijker en wreder zal zijn dan deze voorgaande. Hij is in feite al gaande. Overal vallen doden nu. Weet je wat ze roepen? De schofte. Indonesië voor de Indonesiërs. Maar wie zijn wij dan? Voor wie hebben mijn vrienden dan hun leven gegeven? Wie zijn wij dan? Welk vaderland heb ik gediend? Wie zijn wij dan? Onbetekenende halfbloedjes? Maar ik ben militair. Militar. En ik zal blijven vechten. Tot het bittere eind. Vijf jaar later, vertrekken Joop en Liz onder grote druk en met spoed naar Nederland. En deze keer voor goed. Met achterlating van al hun bezittingen. En vier kinderen rijker, waarvan de jongste een baby van amper 12 dagen. Die baby, dat was ik. Groene dal, in stille dal, waar kleine bloempjes bloeien. Daar ruist een blanke waterval en druppels spatten overal. Om ieder bloempje te... Mam. Om ieder bloempje te besproeien, ook het kleinste. Zo. Oma komt. Meis. Oma Hetty komt.
Oma Hetty komt? Ja. Oma komt. Oma Hetty komt. Komt logeren bij ons in Harderwijk. Als het mooi weer is, gaan de tuindeuren open. En dan zitten we buiten samen met oma. En oma leest ons voor. En mama schenkt rozenstroop in. En zelf drinkt ze koffie samen met oma. Ik vind het leuk als oma komt. Ik vind het zo, zo leuk. We rennen altijd met z'n allen oma tegemoet. Oma, 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 oma. Ik mag in haar tas kijken. Daar liggen de repen in. Chocoladerepen. Voor mij chocolademelk met toffee. Zo lekker. Oma heeft voor ons allemaal een andere reep. Oma weet het precies. Oma, 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 oma. Ik ben blind voor de kinderen op straat. Ik zie ze niet eens. Ik zie alleen oma. Oma, oma, oma. Ze zullen wel denken, die kinderen. Vrolijke stoet op de Schrassestraat. Oma, oma, oma. Zelden zo'n vrolijke stoet gezien. Zullen ze een beetje jaloers denken. Maar sterker in mijn hoofd zit het beeld dat oma gedrukt tegen het dressoir gedrukt tegen het dressoir, geklemd tussen opa en oom Dick, huilt. Niet begrijpend huilt. Jammert eigenlijk. Deze keer gaat het om pap. Het is lawaai in huis. Chaos. Reboot. Mijn twee oudste broers hangen tussen de twee tuindeuren aan papa's armen. Hij wil schoppen. Hij wil slaan. Hij wil rammen. Hij bruilt. Hij brult als een gekooid dier. Als een wolf in doodsnood. Als een tijger aan de ketting. Oh. Mama staat er ook. Pieken haar in haar gezicht. Met die lijdzame uitdrukking. Ach, wat kan ik nog doen onder deze omstandigheden? Haar rug gebogen gaf ze niet thuis. Het glijdt allemaal langs me heen, zei ze vaak. Het laat me allemaal koud, zei ze dikwijls. Papa had willen slaan, willen schoppen, willen... willen... vermorselen. Misschien had mama weer iets doms gezegd. Of juist iets uitdagends. Dat ze dat vriendje van vroeger op school zoveel liever vond dan pap. Of dat ze gewild had dat ze met iemand zoals opa getrouwd was. Mama kon ook bij mij. Ook jaren later, ook toen ik al groter was, net die snaar raken die je van binnen in brand zet. Elektriciteit bezorgt, kortsluiting, waardoor je, waardoor ik, waardoor pap onder hoogspanning komen. Nu hij dus. Hij giert door het huis. Een storm die niet gaat liggen. Kalm, pap! Kalm! Kalm, papa! Kalm! Kalm, papa! Kalm, papa! Hier!
jongens moeten heel sterk zijn. Moeten al hun krachten gebruiken om pap tegen te houden. En natuurlijk is het toen ook weer stil geworden. S'avonds, als ik slapen ga, volgen mij 14 engeltjes na. 2 aan mijn hoofdeind. 2 aan mijn voeteneind. 2 aan mijn linkerzij. 2 aan mijn rechterzij. 2 die me wekken. 2 die me dekken. 2 die me wijzen naar 's hemels paradijzen. Ze stak, vuurspuwende draak in torenvorm, hoog boven ons uit. Haar blikken doden al, voor het geluid. Wij staan als aan de grond genageld. Geen beweging brak. Spanning max. Het haar omhoog gestoken, de hand zo dreigend, heft zij haar arm. Zij nog groter nu. Wij staan als aan de grond genageld. De stoel schuift hard naar achter. De kastdeur opent zich. Zij pakt het gouden koekblik. Wie? De bom ontploft. Bijna. Wie? Wij staan als aan de grond genageld. Zelfs ademen doet pijn. Angst in elke vezel. Het lichaam nog te klein. Zij zal de dader vinden. De doodslag. Hoe dan ook. Tot tanden toe gewapend. Het moorden krijgt zijn loop. Wij staan genageld. Uit onze mond geen woord. Wachten is op wie breekt. IJzer het gordijn. De stilte beschermt. De stilte stelt uit. Zij zal ons spiezen bij het eerste geluid. Wij blijven stil en de strijd lijkt gewonnen. Maar als de draak spugend haar aftocht blaast,
wordt het ons duidelijk, wij zijn voortaan elkanders... Hou je bek dicht, jij. Of ik ram hem dicht. Wat wou je nou, mannetje? Wat wou je nou? Moet je weer janken, jij? Lafbek, hè? Wij zijn voortaan elkanders moordenaar. Ik had mij van het leven wel iets anders voorgesteld. Dit heb ik niet gewild. Dit land, deze regels, deze kou. En Joop, altijd weg, al vanaf het allereerste moment. Weet u hoe zwaar het is om een kind te moeten baren als de vader door de jap is opgepakt? Weet u hoe zwaar het is om met twee baby's een oorlogssituatie te moeten ontvluchten? Mijn man met de twee oudsten op de boot en ik met de twee baby's in het vliegtuig. De jongste, amper 12 dagen. Mijn god, ik had de bevalling nog maar net achter de rug. De huid van mijn buik leek wel een plooirok toen al.
Denkt u dat ik erom gevraagd heb? Zoveel kinderen? Dat ik dat gewild heb? Kunt u zich voorstellen hoe het is om meer dan 10.000 kilometer van je geboortegrond te moeten vluchten? Mijn Indië, Nederlands-Indië. Weet u hoe zwaar het is om uiteindelijk 7 kinderen te moeten verzorgen? Ik dank God dat de oudste het huis uit was toen de jongste werd geboren. De jongste behept met syndroom van Down. Natuurlijk was ik te oud om te baren. U denkt toch niet dat ik mij met mijn dikke buik op straat vertoonde? Maar wat kon ik in die tijd? Baren was mijn hoofdtaak. Kunt u zich voorstellen hoe dat leven voor mij was? Ach nee. U zult het niet begrijpen. U hebt het immers niet zelf meegemaakt. Marion, wanneer kwamen jullie naar Nederland? In 1950. 1950 al? Ja, en dat moest, want mijn vader was knilmilitair. En dan kon je kiezen tussen Indonesisch of Nederlands. Nou ja, Indonesisch vertrouwde mijn vader niet. En daarvoor had hij ook gevochten in de Bersiap-tijd. Dus ja, we moesten heel snel weg, want er kon je van alles gebeuren, zullen we maar zeggen. Ja. En hoe is dat dan met jou? Jij was toch ook hier? Je ouders althans? Ja, maar bij ons is het heel anders gegaan. Mijn ouders kwamen in 1959. Mijn vader was met een Indonesische vrouw getrouwd. Ze had een goed leven. Zij was wasvrouw. Hij werkte als boekhouder bij een groot hotel. Ze had een goed leven. Hij wilde daar blijven. Hij heeft het staatsburgerschap aangevraagd. Warga Negara toch? Warga Negara is dat, ja. Dat had hij aangevraagd. Maar dat was hem geweigerd, omdat hij knilmilitair was geweest. Dus toen moest ze alsnog, in 1959, trouwen. Want ze leefden ongetrouwd samen. Moesten ze trouwen. En toen zijn ze op de boot gegaan, mijn moeder zwanger. En naar Nederland gegaan. Dus dat is wel een iets ander verhaal. Ja, en hij mocht dus niet. Maar die 9 jaren was dat voor hem helemaal niet met oorlog of angst voor je leven of zoiets? Ik heb begrepen van niet, maar mijn vader was een hele donkere man. Ja? En ik denk dat het ook was omdat hij met een inlandse vrouw, een Indonesische vrouw getrouwd was. Ik denk dat het dan dat anders was. Maar ik moet eerlijk zeggen, mijn ouders spraken daar weinig over. Ja. Behalve dat ze daar een fijn en goed leven hadden. Want mijn moeder zei altijd, oh, het was allemaal zo goed. Want mijn vader bij een hotel werkte, nam die elke avond makanan en nak, nam die altijd mee. Ze hoefde nooit te koken. Het was altijd, voor haar was het gevoel, was een, wat ik dan meegekregen, een luxe leven. Weelde, zeg maar. Ja. Dus met die Bersiap-tijd, waar mijn vader in moest strijden, zeg maar. En wat eigenlijk heel gevaarlijk was. Daar hebben jullie weinig last van gehad. Nou, last weet ik niet. Mijn vader was wel een knilmilitair. En hij heeft wel, wat hij ooit over de oorlog heeft gezegd, was: het is heel erg moeilijk iemand te doden als je hem in de ogen kan kijken. Maar verder heeft hij er nooit iets over gezegd. Wij vroegen ook niks, hè? Dat is denk ik wel bekend. Je vraagt ook niet zoveel. Mijn moeder had soms heimwee. Maar ik had echt best wel het gevoel dat mijn ouders wilden ons daar niet mee belasten. We waren nu in Nederland, weet je? Dat klopt. En het woord spijt op tand, heb je daar wel eens van gehoord? Nou, spijt op tand is eigenlijk het woord wat ontstaan is doordat mensen een verkeerde optie hebben genomen. En de optie die ze kiezen is: je kan de Nederlandse nationaliteit behouden, als je dat hebt. Of je kan kiezen voor de optie Indonesisch staatsburgerschap. Dat is dus Warga Negara. Mm-hmm. En het verschil daarin is dus dat als je daar bent, maar
Achteraf blijf je natuurlijk nog steeds de Belanda, de Nederlander, die eigenlijk gekozen heeft voor het Indonesisch staatsburgerschap. Dus je wordt op een of andere manier toch tussen aanhalingstekens gediscrimineerd, op hun manier. Dus die mensen die daar gekozen hebben, die hebben op een gegeven moment spijt gehad van hun optie. Dus spijt gehad van het kiezen voor. Dat ze daar bleven. Ja, dus ze willen, althans nog terug. Ja. Dus dat zegt de Nederlanders, de Nederlandse regering, die zeggen oké, als je dat wil, dan kom je Nederland binnen. Ja. Onder de bewoording van je bent een spijtoptant. Ja. Onder, wat zei je onder? Spijtoptant. Ja, 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 ja. Omdat je spijt hebt gehad van je optie. Ja. Ja. En de spijtoptanten, ja, die worden dus weer op een hele andere manier behandeld als ze hier in Nederland komen dan de... Dan de Indo's die dus echt... Die direct hier kwamen. Ja, die reïntegratie hebben gekregen. Poel. Nou ja. En hoe het anders is, weet ik niet, maar er zijn andere regels daarvoor. Ja. En ze zeggen, we hebben 3 stukken geschreven, hè, over het leven na Indië of voor de kinderen uit die Indische ouders. En bij ons eerste stuk, dat is toch al 25 jaar geleden of zoiets, zeiden vaak mensen in de zaal, bedenk wel de gevolgen van remigratie, van Bersiap, van het verlies van je land. Die gevolgen gaan tot in de 5e generatie door. Nou, daar heb ik natuurlijk wel eens over nagedacht. Hebben jullie daar een idee over? Bijvoorbeeld bij je kinderen? Nou ja, ik denk dat het heel... Als je dan naar jou en mij kijkt, dat jij jouw verhaal vertelt van jouw vader. En ik vertel dat van mijn vader. Ja. Het zijn echt werelden van verschil, denk ik. Zeker. Dat heeft een hele grote invloed gehad. Ja. Maar ik denk sowieso dat wij alle 3, 2e generatie, maar ook onze kinderen, 3e generatie, die groeien op tussen 2 culturen. Ja. Hè? Ja. En die weten gewoon dat de cultuur binnen is niet dezelfde als buiten. Ja. Hè? En leren zich daarop aan te passen. Daar hebben ze ook zo'n hele mooi onderzoekers, hè, die hebben daar een mooi woord voor. Codeswitching heet dat. Ja. En als ik naar mezelf kijk, denk ik dat ik dat wel heel erg altijd heb gedaan. Mm-hmm. Nu achteraf daar een woord voor is, dan denk ik van ja, dat vind ik herkenbaar. Mm-hmm. Maar wat ik interessant vind, is dat mijn kinderen niet zozeer codeswitching, maar meer codemashing. Veel, dat is weer een vervolg daarop, is dat je bewust bent van je cultuur, daarna handelt, bewust bent van andere culturen, maar heel erg je eigen identiteit daarin claimt. En dat vind ik wel, en mijn kinderen, vind ik wel heel erg knap. Daar voelen ze zich sterk in, bedoel je? Daar zijn ze heel sterk in. Ze halen sterke dingen uit het feit dat zij een Indische moeder hebben. Ja. Terwijl ik, in mijn geval, het soms me een beetje tegenhield. Ja. Dat ik dacht van, ben anders. Ja. Minister Luns vroeger, van minister van Buitenlandse Zaken, die zegt op een gegeven moment, ik praat dus niet over Indo's. Indische Nederlanders, maar ik praat over repatrianten. Mm. En re is betekent terug en patri is vader. Ja. Dus repatrianten betekent dus mensen die terug zijn gegaan naar hun vaderland. Ja. Ja, dus hij noemt vaak, dus vaak een vaderland waar ze nog nooit geweest waren. Ja, precies. Dus ze horen van, dat is jouw vaderland. Dat zo maar ze zijn hier nog nooit geweest. Nee. Ja. Nee. Dan zeggen ze, jouw moederland is dus Indonesië. Ja. Nee, zeggen wij, ons moederland is Indonesië. Want Indonesië heeft dus zijn vrijheid gekregen. Ja. Ja. Dat is de rood-witte vlag. Ja. Ja. En toen we weggingen, was de blauwe, van rood-wit-blauw, werd eraf gehaald. Ja. Ja. En toen zegt Sukarno, onze vlag is nou rood-wit, want de blauwen zijn weg. Ja. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja. Dus wij zijn repatrianten, volgens de regering toen. Ja. En denken jullie dan, nou, jij hebt dan de 3e generatie, jouw kinderen, ik moet zeggen... Ja, ik denk dat de kinderen ook via mij echt nog wel dingen meekrijgen. Mm. Ze hebben ook al mijn stukken gezien, zullen we maar zeggen. Dus daar hebben ze al dingen van meegekregen. Nou ja, en het is best vaak zo dat de 3e generatie in therapie is. Dat is best vaak zo. Mm. Om wat voor reden ook. Om onzekerheid, om geen zelfvertrouwen of dat soort. Denken jullie dat het nog zo veel verder zal gaan? Nou, mijn zoon onder andere, die zegt altijd tegen mij van... Pa, waarom ga je niet terug op vakantie? Ja. Oh ja. Naar Indonesië. Ja. Leuk toch? Kun je zien waar je bent geboren? Ja. Ik zeg, als ik terug ga, dan zie ik het land niet meer. Nee. Het is een heel ander land geworden. Ja. 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 En ik heb gewacht tot mijn 50ste voor ik voor het eerst naar Indonesië ging. Omdat ik naar elke plek op de aarde kon ik gaan. Vrij van historie. Maar Indonesië niet. Dus... En nu ik daar geweest ben,
Nu denk ik van, nu zou ik nog een keer willen gaan om de voetsporen van mijn voorvader, hè, van mijn vaders en mijn moeders familie, ja, te zien. Wat ik toen niet heb gedaan, omdat het te dichtbij was, ja, zeg maar. Ja, want als ik vergelijk van Markelo, waar we terechtkwamen. We kwamen uit Surabaya. Een enorme grote plaats. Met 24 bioscopen, trams, net als Amsterdam en Den Haag nu. Ja. Want ze zeggen wel, Surabaya is een kopie van Den Haag. Met trams en zo. Dan kom je in Markelo terecht. Kun je je voorstellen hoe gefrustreerd mijn ouders waren? Wil je niet zoiets? Ja. Dat heeft een naam, hè? Ik weet niet hoe dat... Nou ja, dat, kijk, dat is het verschil. Dus als ik dan terug ga, op vakantie, je gaat dus met een hele andere insteek daar naartoe. En dan denk je van, ja, ik verwacht en ik zie niet meer wat ik daar echter heb achtergelaten. Ja. Dat is weg. Ja. Ja. Mijn vader heeft ook nooit meer terug willen gaan. Ja. En toen ik een keertje in de Volkskrant een artikel las over allerlei... ja, zeg maar, lijken die ze in een kuil hadden gevonden, waar alle tongen waren uitgerukt. En toen zei pap, dat heb ik net gelezen. En toen zei hij, Jon, alsjeblieft, lees het niet. Alsjeblieft, bemoei je er niet mee. Mijn vader zegt altijd, je mag niet meer praten over deze. Nee, klopt. Al. Ja. Hij komt het woordje al erachter. Ja. Suda. Ja. Suda, al, ja. Laat maar. Suda. Dan denk je van, wauw, ja, waarom niet eigenlijk? Ja. How blue ain't the world for the way that I feel, and the storms brewing in this heart of mine. This ain't no crazy dreams, I know that it's real. You're someone else's love now, you're not mine. Crazy arms that reach to hold somebody new. For my yearning heart keeps saying you're not mine. My troubled mind knows soon to another you'll be wed. And that's why I'm lonely all the time. Treasure dreams I have for you and me, and take all the love I thought was mine. Someday my crazy arms may hold somebody new, but now I am so lonely all the time. Crazy arms to hold somebody new, but my yearning heart keeps saying you're not mine. My troubled mind knows soon to another you'll be wed, and that's why I'm lonely all the time, and that's why. Indische luidjes zijn zo aardig. Zo lief, ja. Adu, zo hartelijk. Zo gastvrij. Zo gezellig, ja. Al die kinderen door elkaar, nooit te veel. En altijd eten in huis, ja? Je kunt altijd mee eten. En overal spullen, hè. Kastjes vol. Adu, waar halen ze die spulletjes toch vandaan, vraag je je af. Zelfs in de wc nog lege flessen. En in de keuken, zeg. Je komt niet keren, toch? En dan die lucht, zeg, stinken, ja. En dan die kleren, adoe, zo lelijk! Lijkt wel leger des hels. Is om je dood te schamen, toch? En weet je ook, ze zijn niet te doorgronden.
alles onder de tafel, hè? Maar doe niet te vertrouwen, zeg. Achter de ellebogen, weet je? Gezellige geluidjes, hè, die Indo's. Adieu!